Kunstmatige intelligentie is overal. Van software die leert welke muziek we leuk vinden, tot zelfrijdende auto's. Hier in het Nederlands Kankerinstituut gebruiken we vergelijkbare modellen. Ik ben Jonas Steuwen en ik ben onderzoeker bij de afdeling radiotherapie. Ik doe onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in de kankergeneeskunde. Met kunstmatige intelligentie kunnen we computers zelf dingen laten leren en problemen oplossen. Zo kunnen zelflerende computersystemen ons enorm helpen bij het analyseren van medische scans, zoals CT of MRI-scans. Een CT-scanner bijvoorbeeld, die doet allerlei metingen en deze combineert dat daarna tot een beeld van de patiënt. Dus ik wil niet enkel kunstmatige intelligentie gebruiken om dit proces te versnellen, maar ook om deze beelden te kunnen combineren met eerdere beelden van de patiënt en om zo de behandeling nog verder te kunnen personaliseren. Kunstmatige intelligentie is technisch uitdagend. Maar belangrijker nog, je moet de juiste vragen kunnen stellen. Je kan zo wel 1000 verschillende vragen bedenken, maar weinig daarvan zullen een zinnige toepassing opleveren. Zo zou je heel moeilijk zichtbare cellen kunnen gaan tellen op microscoopbeelden. Maar als niemand erop zit te wachten, dan is het eigenlijk enkel een leuke oefening. Om voor kankeronderzoek de juiste vragen te kunnen stellen, heb je de kennis van artsen nodig. Daarom loop ik ook de hele dag het gebouw door, op zoek naar de juiste vragen en mensen om mee samen te werken. Tijdens mijn promotieonderzoek in de theoretische wiskunde gingen we al met politiek en beleid bemoeien. Soms frustreerde me het echt enorm als er dingen verkeerd gingen en dat niemand er wat van zei. Maar ik heb ook gemerkt dat als je goed aan kan sluiten bij de beleefwereld van degene die de beslissingen maken, dat die echt wat kan veranderen. Ook hier in het Nederlands Kankerinstituut kijk ik graag naar de grote lijnen en zoek ik verbanden. Ik vind het niet voldoende om een losstaand probleempje op te lossen en het daar maar bij te laten. Ik vind het belangrijk dat mijn werk echt impact heeft. En kunstmatige intelligentie in de zorg voor kankerpatiënten kan echt wat toevoegen.